zijn mensen geweest in Duitsland die hebben me gewaarschuwd. Er zijn mensen geweest in Nederland die me hebben gewaarschuwd. Vooral dat het niet makkelijk zou zijn om in Nederland met sympathie te worden ontvangen. Maar dat waren maar heel weinigen. De meeste eigenlijk, waar ik mee gesprekken heb gehad voor het huwelijk, die hebben gezegd, nou, dat zal allemaal meevallen. En misschien zullen er moeilijkheden komen in het begin. Maar uiteindelijk zal het wel goed komen. Ja. Maar ik herinner me één geval van iemand die ook uit het Nederlands verzet komt. En die ook een functie heeft gehad aan het Hof. Die heeft me heel duidelijk gezegd, je zult het ontzettend moeilijk hebben. En er was er nog iemand daarbuiten, ook een van mijn goede vrienden nu. Die mij ook gewaarschuwd hebben, het zal heel moeilijk zijn. En dat was dan eigenlijk nog voor de verloving. En je kunt zeggen, ik was gewaarschuwd. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland de wederopbouw voltooid. Met de welvaartsmaatschappij in aantocht is de wereld stabiel genoeg om het verleden onder ogen te zien. Er verschijnen veel publicaties over de bezetting en over de Holocaust. In documentaires en op televisie worden beelden vertoond die het collectieve geheugen ondersteunen. Die dagen ligt op de redactie van de Haagse Post een envelop die dat verleden in één keer koppelt aan de toekomst van de Nederlandse kroonprinses Beatrix. Nog steeds een prachtige foto. Romantisch, poëtisch en bijzonder geslaagd. En een snapshot, een toevalstreffer zou men kunnen zeggen. Maar als het geanceneerd zou moeten worden, in de ochtend, twee jonge mensen in het groen. Het had niet fraaier geanceneerd kunnen worden. Al maanden staat de pers in de startblokken om een verloving van Beatrix te melden. Alleen niemand weet de naam van de man op de foto. Zelfs de Rijksvoorlichtingsdienst niet. Op Soestdijk dreigt Beatrix de relatie te verbreken als de naam zou uitlekken. Er wordt een poging gedaan om de foto uit de publiciteit te houden. Uit een telefoontje met een vooraanstaand politicus blijkt dat Beatrix meer wilde verbergen dan zijn naam. Meneer Beel, die laat niets los wat hij niet wil. Dus hij zegt alleen tegen mij, letterlijk, O hemel, dat is onmogelijk. Waarom schrikt u zo? Is het soms een getrouwde man? Wel nee, veel erger. Later bleek waar dat op sloeg, het was een Duitser. De 38-jarige West-Duitse diplomaat Klaus van Amsberg is de kandidaat voor een verloving met prinses Beatrix. Zo vernemen wij van de meest bevoegde zijde. Met hem samen staat de kroonprinses op de foto's die in de tuin van kasteeltje Drakenstein heimelijk zijn genomen door de Amsterdamse fotograaf John de Roy. Een neef van prins Bernhard, graaf Kasper van Euenhausen-Sierzdorf, bevestigde ons gisteravond de zeer goede vriendschap van zijn vriend Klaus met prinses Beatrix. Klaus van Amsberg en de kroonprinses kennen elkaar ongeveer een half jaar. Volgens graaf Kasper hebben ze elkaar tot nu toe een keer of zes nu ontmoet. Nu weten de journalisten waar ze moeten zoeken. In hoog tempo komen de wetenswaardigheden over prinses Beatrix geliefde boven tafel. Zijn beroep, adjunct-directeur economische betrekkingen voor Afrika beneden de Sahara. Zijn salaris bedraagt ongeveer 1500 gulden per maand. Hij bewoont in Bonn een riante flat boven een zelfbedieningszaak. Zijn hospita zegt dat hij van lekker eten houdt. Vooral van erwtensoep en in ballen gekneden aardappelpuree. Zijn vrienden noemen hem een sympathieke jongeman met maar één grote ambitie, namelijk ambassadeur worden. De heer van Amsberg houdt van autorijden en bezit een blauwe of een groene Porsche. Ook doet hij aan golf, skiën en tennis. Sommigen fluisteren dat hij de reputatie heeft van een playboy. Van een spectaculair privéleven wordt niets bekend. Dat is voor veel Nederlanders ook niet de hamvraag. Belangrijker is wat deze Duitser in de oorlog heeft gedaan. Het was toen in 1965 niet mogelijk om Duits te nuanceren.
Duits was synoniem voor slecht. En toen eenmaal die identiteit bekend werd en het dus opnieuw een Duitser bleek te zijn, toen ging er toch een soort schok door een deel van de Nederlandse bevolking heen, zeker in Amsterdam en zeker binnen de Joodse gemeenschap, waarvan dus ook ik deel uitmaakte. En ik deelde de gevoelens die in brede kringen binnen de Joodse gemeenschap leefden. We beschouwden dit als iets dat absoluut niet kon. En ook als een belediging aan het adres van de Nederlandse Joden, als een belediging aan het adres van het voormalig verzet, als een belediging aan het adres van Amsterdam, de stad van de februaristaking. Kortom, we waren ontzet en diep gekwetst. Duits waren zijn ouders en Duitsland was waar hij ter wereld kwam. Klaus Wieg stond in het plaatsje Hitzacker, een vlek in de weilanden langs de Duitse Elbe. Zijn vader is een rentmeester die op het landgoed van zijn schoonfamilie werkt. Niet in het landhuis waar zijn moeder opgroeide, maar in het arbeidershuisje ernaast wordt Klaus van Amsberg geboren. Die familie is also nie groß hier in Erscheinung getreten, will ich mal so sagen, dass sie besondere Privilegien hatte. Es ist eigentlich erst durch die Verbindung mit dem niederländischen Königshaus zu einem Begriff geworden, die Familie von Amsberg hier in Hitzacker. Ich meine damit nur, dass sie sich hier in Hitzacker nicht unbedingt als die von Amsberg gefühlt haben, sondern als eine Familie unter vielen anderen Familien. Ganz einfach und bescheidene Familie. Klaus' vader is een avonturier wiens levensdoel niet in Duitsland ligt. Eerder zoekt hij het over zee in Afrika, waar de Duitsers hun koloniën hadden. Een eerder Afrikaans avontuur is slecht afgelopen, maar toch beproeft hij zijn geluk een tweede keer. En dit keer gaat er een gezin mee. Gedurende de jaren 30 leidde de Van Amsbergs een kolonistenbestaan op een sisalplantage. Klaus is planterszoon in Tanganyika, het huidige Tanzania. Ik was als kind hier en dan heb je een land, een vrijheid, een open lucht, een paradijstoestand voor een kind. Ik heb het gisteren weer gezien bij Nederlanders waar we thee gedronken hebben. Ik zag de kinderen spelen, blonde Nederlandse gezonde kinderen. En zei ja, zo heb ik 50 jaar of 60 jaar geleden ook gespeeld. En voelde me vrij. En als je dan terugkomt naar Europa, dan heb je heimwee naar Afrika. Maar zijn ouders zetten door deze gelukkige jeugd een streep. Want Klaus moet naar school. En voor goed onderwijs moet je niet in de koloniën zijn. En dus gaat Klaus op de boot terug naar Europa. In Duitsland komt hij onder de hoede van een grootmoeder en een tante tot zijn ouders hem weer terughalen. Want Klaus krijgt heimwee. Jahrzehnte später als Kronprinz in Holland hat er mir mal gesagt, ich hatte immer von unserer Farm aus den Kilimandscharo im Blick, da den berühmten Berg. Und immer, immer habe ich mir gesagt, ich muss ihn mal besteigen. Und dann habe ich das jetzt mit irgendwelchen Führern gemacht. Es war schrecklich. Ich hatte oben, weil das ist ja, ich weiß nicht wie hoch, 5000 Meter oder sowas, also sehr sauerstoffarm. Ich hatte schreckliche Kopfschmerzen, aber ich habe es geschafft und jetzt endlich habe ich diesen Kindheitstraum mir erfüllt. Ja, also es scheint mir ganz typisch zu sein. Ein normaler Mann würde sagen, na gut, ist ganz schön, das anzusehen, aber in meinem Alter, ich weiß nicht, wie alt er damals war, 45 oder sowas, was soll man noch den Blödsinn machen, da sich so extrem da abzustrampeln den Berg. Nein, das musste er gemacht haben, weil es die Erfüllung eines Kindheitstraums war.
In 2 weken tijd is Klaus een kwestie geworden. Het koningshuis hult zich in stilzwijgen. De regering houdt zich op de vlakte. De Rijksvoorlichtingsdienst weet van niets. En de pers loopt storm tegen een mogelijk huwelijk. Ten eerste, zijn leeftijd garandeert allerminst of maakt het zelfs maar waarschijnlijk dat hij nog voldoende kan ingroeien in het Nederlandse leven- en denkklimaat om in de werkelijke zin des woords een landgenoot te worden. Ten tweede, hij is net te oud om gerekend te worden tot de naoorlogse Duitse generatie zonder schuld. Alles wat ik van hem wist, dat wist ik via de media. En ja, dat sterkte mij niet in mijn vertrouwen. Klaus was een Duitse diplomaat, behoorde tot een zeer conservatief deel van Duitsland, lage Duitse adel. Kwam ook niet uit een milieu waarin verzet tegen het nationaal-socialisme bon ton was. Ik zeg niet dat zijn familie vervente aanhangers van Hitler-Duitsland zijn geweest, maar ik heb ook niet de indruk gehad dat zij nou zich hebben onderscheiden in verzet daartegen. Dus nee, het was geen positief en geen sympathiek beeld dat tot mij kwam. Uit een oogpunt van het welbegrepen staatsbelang zou het geen aanbeveling verdienen dat een Nederlandse kroonprinses iemand tot echtgenoot zou krijgen die, al is het onder dwang geschied, niet langer dan 20 jaar geleden in dienst van het Hitlerbewind tegen Nederlands toenmalige bondgenoten heeft gestreden. Mijn indruk was dat het kabinet vooral bezorgd was dat de eenheid in het Nederlandse volk en de gehechtheid aan de monarchie en de bindende factor van de monarchie voor die eenheid van het Nederlandse volk, dat die onder druk zou kunnen komen te staan. En dat men dus met dit onderwerp bijzonder zorgvuldig zou moeten omgaan. Nun stehen wir vor dem Ostsee-Internat Dünenschloss Mistreu. Das war das Internat der Baltenschule, in dem 115 Schüler untergebracht worden sind. Unter anderem nun euer Prinz Klaus, der hier im 2. Stock sein Quartier hatte. Op zijn 12e maakt Klaus kennis met Duitsland. Overdag gaat hij naar de Baltenschule. En verder leeft hij in het Dünenschloss-internaat. En dat betekent conditietraining voor het ontbijt en appel op het schoolplein. Klaus is terug in zijn geboorteland, teruggestuurd door zijn ouders. Jede abteilung wurde von einem Erzieher, einer Erzieherin und einem Vertrauensschüler betreut. Das war ich für Amtsberg. Ja, hier. Hier haben wir es. Da ist er. Ich bin Tutor dieser Klasse gewesen, aber auch nur relativ kurz. Wir, die obersten Klassen, Oberprima, kriegten also zugeteilt jüngere Klassen. Wo wir also, ja, was ist Tutor? Wir mussten darauf achten, dass die nachmittags, war 2 Stunden Hausarbeiten, dass die da auch nicht nur Karten spielten, sondern dass sie also ihre Hausarbeiten machten und dass sie das abends dann einigermaßen das Zimmer aufgeräumt war, das war unsere Aufgabe. Wir als Oberprimaner mussten also sehen, dass das also einigermaßen ablief, nicht? Wir betreten den Speisesaal des Ostsee-Internates in Mistreu. Er hat sich wenig verändert. Der Saal als solches ist nach wie vor so geblieben, wie er war. Jeder Schüler hatte seinen Tisch, er hatte seinen Platz. Es wurde in den einzelnen Abteilungen gegessen. Der damalige Leiter sprach jeweils vor dem Essen das Gebet und dann wurde gemeinsam die Speise eingenommen. Das ist hierzu zu sagen. Es herrschte Disziplin, wie erwähnt, Kameradschaft. Das Personal räumte dann anschließend nach dem Essen alles wieder weg und die Schüler hatten dann ihre Freiheit bzw. ihre Verpflichtung zur Schularbeit. War das alles so wichtig, diese Disziplin? Disziplin war wichtig, wurde gepflegt und mehr oder weniger in der Disziplin
das dürfen wir nicht vergessen, reift der Mensch am besten heran, um das Leben meistern zu können. Aber war das speziell an dieser Schule so wichtig? Ich will sagen, dass Disziplin in der Schule Priorität hatte. Es hat sicherlich auch Schüler gegeben, denen dieses nicht so gefallen hat. Aber generell hat also diese Art von, möchte ich mal sagen, von Erziehung zur Disziplin, Ordnung und so weiter, Disziplin nicht im schlechten Sinne, im guten Sinne, außerordentlich geholfen. Davon bin ich überzeugt. Man weiß das, wissen Sie, man erkennt das immer erst, wenn man älter ist. Ich glaube, dass er also sich gesehnt hat nach einer Art von Freiheit, die so ein Kind auf, natürlich, ich bin da ja nie gewesen, aber ich stelle mir das vor, auf so einer afrikanischen Farm damals gehabt hat, unbeschwert und einfach Freiheit. Ja? Und dass nun dieses Internat mit allen seinen militärischen Regeln genau das Gegenteil davon war. Also ich glaube, dass er eine tiefe Sehnsucht gehabt hat und mit sich getragen hat nach dem, was eben verriegelt war. Einmal ein Bett rechts, ein Bett links, in der Mitte die zwei Tische, dort an der Wand die großen Schränke und hinter uns zur Rechten das große Bücherregal. Das war die spartanische Einrichtung der jeweiligen Unterkünfte für die Schüler des Internats der Baltenschule zu Mistreu. Jeder hatte da ein ganz kleines Bild oder sowas. Und er hatte über seinem Bett hängen eine Haut, ich nehme an, von einer Schlange oder sowas aus Afrika. Aber das war so Symbol, ja. Aber für etwas, was ja unerreichbar war. Das ist natürlich schwierig für Kinder, die dann in der freien Zeit, nicht in der angestammten Umgebung, wo sie groß geworden sind, sich aufhalten können. Das ist schwierig. Er war introvertiert. Verstehen Sie? Introvertiert. Das sind natürlich sensible Menschen, überwiegend natürlich. Ist das nicht schwierig, auf einem Internat introvertiert zu sein? Wiederum, somit nehme ich an, dass er sehr oft auch schwere Phasen hier durchgemacht hat. Aber wiederum, seine Leistung und sein Können hat das ja überdeckt. Op Soestdijk breekt paniek uit omdat Beatrix op eigen houtje een verloving zit voor te bereiden. Juliana wil de zaak uitstellen en vraagt premier Kals om de kroonprinses om te praten. Want buiten de paleishekken neemt het verzet tegen Claus toe. Er circuleerde in Amsterdam een reeks van handtekeningenlijsten waarop je je naam kon zetten en waar je dus mee aangaf tegen het huwelijk te zijn. Ook ik heb toen die lijst getekend. Overigens waren dat niet alleen Joden. Het is curieus om te melden dat ik die lijst tekende. Die circuleerde binnen de redactie van de Telegraaf. Inmiddels is ontdekt dat Claus van Amsberg lid was geweest van de Hitlerjugend en dat hij aan het Italiaanse front zou hebben gevochten. Toch is er volgens politici geen reden voor paniek. We kenden prins Claus wel niet, maar wie we heel goed kenden was prinses Beatrix. Dus als zij dat standpunt inneemt, dan was het bij ons eigenlijk wel zo dat wij alle vertrouwen in haar verantwoordelijkheidsbesef hadden en in haar goede smaak. Maar kort daarna vertrekt Lou de Jong naar Italië voor een antecedentenonderzoek. Op Beatrix goede smaak wil de regering toch maar niet blind varen. Voordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, wordt elk deel van de Duitse samenleving gemilitariseerd. Ook Claus ontkomt hier niet aan. Hij wordt via zijn school ingeschakeld, net zoals de meeste Duitse jongeren. Das einzige Verhältnis, was zum Dritten Reich vielleicht bewusst da war, war eben
dass wir in den Jugendorganisationen Hitlerjugend bzw. Jungvolk waren. Eine unmittelbare Beziehung zum Dritten Reich, dass wir also über die Ziele und Hitlers und des Dritten Reichs unterrichtet wurden, gab es nicht. Gab es nicht. Ich habe da lange drüber nachgedacht, als ich meine Memoiren jetzt schrieb oder schreibe, aber es gab es nicht. Aber in kurz, wie fandet man diese Hitlerjugend? Wie man das empfand? Ach Gott, das war ein großer Spaß. Nicht, wenn wir, ich war bei der Marina J, und wenn wir da also auf dem Wasser ruderten und segelten mit so einem Kutter oder ausgebildet wurden bei der Marine über die sogenannte Seemannschaft, Knoten machen und so, dann war das ein großer Spaß. Wie das so jugendlich ist, war ein großer Spaß. Wir gingen nicht in die Disco, sondern machten sowas. Gab's damals nicht. Von der Hitlerjugend heeft Klaus net zoveel last als zijn klasgenoten. Af en toe helpen vissen en wekelijks oefenen op het dorpsplein. Maar als enige heeft Klaus zijn ouders in het buitenland wonen. En als Duitsland de oorlog begint, wordt het contact verbroken. Intussen gaat het niet zo goed met hem. Hij wordt een buitenbeentje. Er war in dieser Hinsicht kein sehr typischer und kein sehr guter Deutscher damals. Wie gesagt, sein Spitzname hieß der Engländer. Und das war 1940 da kein Lob. Wovon kommt dieser Name? Er trug einen Regenschirm gern. Und das gehörte sich damals nicht für einen deutschen Jungen. Das war das Symbol. Der Engländer trägt einen Regenschirm. Chamberlain hatte einen Regenschirm. Oder um noch eine andere Geschichte zu erzählen. In der Tonstunde sollen wir einen Kopfstand machen. So auf dem Kopf, Beine nach oben. Und auf einer Matte, die sehr, sehr staubig und dreckig war. Und er hatte so schöne goldblonde Haare und fand das nicht sehr toll. Und er zog sein Taschentuch und nahm das und breitete das da aus, so, um darauf seinen Kopfstand zu machen. Und der Turnlehrer, der ungeistigste von allen Lehrern, den es gab, und wahrscheinlich auch der größte Nazi, kriegte einen unkontrollierbaren Wutanfall. Er hat auf Klaus eingeschlagen, ihn blutig geschlagen, was ein Lehrer ja eigentlich einem Schüler normalerweise gar nicht tun darf. Aber eine solche Wut, das war für ihn eine Demonstration eines Fremden und Feindseligen und nicht wie ein deutscher Junge sein soll. Also ich glaube, an solchen Geschichten, das Außen, in dem sich solche Sachen spiegeln, Regenschirm, Kopfstand auf seinem Taschentuch machen statt auf dem dreckigen Boden, ist ein Spiegel von irgendwas, was da innen ist. Von einer Haltung, von einer Lebensart, die da querstand zu dem, was eigentlich gefordert war. Also Klaus wollte demonstrieren, dass er anders war. Ich weiß nicht mal, ob er es demonstrieren wollte. Er war anders und das drückte sich so aus.